Na het mislukken van het Catshuisakkoord had Nederland de kans. De kans om een nieuwe start te maken. Eindelijk waren we verlost van het rechtse kabinet dat met de steun van Wilders de samenleving aan het afbreken was. En gelukkig leken de plannen die de drie rechtse partijen in het Catshuis hadden uitgebroed definitief van de baan. Dat waren plannen die opnieuw ingrepen in de salarissen van onze mensen in de frontlinie. De leraren, de politieagenten. Plannen waarmee huurders van Nederland er honderden miljoenen op achteruit zouden gaan, terwijl de huiseigenaren er in 2013 notabene geld bij zouden krijgen. Plannen die nauwelijks een extra bijdrage van hoge inkomens vroegen en de rekening bij de lage en de middeninkomens leggen. En van een rechtskabinet mag je dergelijke omgekeerde solidariteit verwachten, maar nooit, nooit van linkse partijen. Dus toen GroenLinks, de ChristenUnie en D66 bij ons kwamen met een vrij uitgewerkt A4'tje, waarop al deze Catshuisplannen gewoon nog prijkten, toen heeft de Partij van de Arbeid één voorwaarde gesteld. Eén voorwaarde. De voorwaarde om die plannen zo aan te passen dat de pijn eerlijk werd verdeeld. Pijn die onvermijdelijk is bij dit soort bezuinigingen, maar dan wel eerlijk delen over alle Nederlanders. Waarom zou een politieman met een gezin in een huurhuis volgend jaar €150 per maand moeten inleveren en gaat de consultant met een salaris van €150.000 en een koophuis ongeschonden het jaar door? En wij wilden dus weten of het mogelijk was om het door ons zorgvuldig gesloten pensioenakkoord te behouden en niet te verkwanselen voor een lauzie €100 miljoen volgend jaar. Door opeens de pensioenleeftijd al in 2013 op te trekken en niet in 2020, zoals we zorgvuldig hebben afgesproken. Daarmee blaas je een langdurig bediscussieerd compromis op. En veel erger, je jaagt een 62-jarige bouwvakker met prepensioen rechtstreeks de bijstand in. En dus vroegen we of de forse btw-verhoging die erin hakt bij mensen die het toch al lastig hebben bij het doen van de dagelijkse boodschappen en die bij MKB'ers een dreun bezorgt, of die op zijn minst dan deels kon worden vervangen door van de hoogste inkomens en de hoogste vermogens een extra bijdrage te vragen. Het bleek allemaal niet bespreekbaar. De partijen hoorden onze wensen en besloten met 77 zetels een andere richting in te slaan. Over het hoe en waarom daarvan is de afgelopen dagen veel gesproken. En er zal nog vast veel over gesproken worden. Dat is niet nodig wat mij betreft. Het antwoord kennen we namelijk sinds donderdagavond. Het Kunduz-akkoord. Met nog steeds die nullijn voor onze frontlijnmedewerkers. Met die plotselinge verhoging van de pensioenleeftijd zonder compensatie voor mensen die lang hebben gewerkt voor een laag inkomen. En die forse btw-verhoging. Aangevuld met grote bezuinigingen op de zorg voor meer dan €1,6 miljard. En een onbestemde bezuinigingspost van €1 miljard op de zorg, op het onderwijs of op allebei. Een akkoord dat notabene minder offers vraagt van de hoge inkomens dan het rechtse Catshuisakkoord. En een akkoord dat als klap op de vuurpijl de regelingen afschaft om oudere werknemers aan een baan te helpen of te houden. Ik herinner me nog dat ik tijdens mijn campagne om het partijleiderschap trots sprak met Henk, inmiddels een werkloos vrachtwagenchauffeur van 53. En ik vertelde hem over wat de Partij van de Arbeid allemaal voor elkaar had gebokst om zijn kansen op een baan te vergroten. En ik beloofde hem te strijden om die regelingen allemaal te behouden. En ik ga die belofte niet breken.